Peer Communications is een full-service communicatiebureau met een focus eigenlijk op reputatiebeheer. Wat betekent dat? Dat betekent dat eigenlijk dat wij bedrijven adviseren en begeleiden in hun communicatiebeleid. Peer Communications timmert eigenlijk al 8 jaar aan de weg. We zijn in 2005 gestart met 2 personen en zijn vandaag met 9 mensen. We hebben eigenlijk een paar jaar geleden eigenlijk vrij snel dan de behoefte gevoeld om dat op een meer professionele manier aan te pakken. Daar hebben we eerst met een aantal andere timesheet-systemen gewerkt, zoals Oro of Hexomia. Maar ook van die systemen hebben we vrij snel gemerkt dat er beperkingen waren. Je moet wat voeling hebben met hoe er wordt geopereerd binnen onze sector. En dat hebben we dan gevonden eigenlijk in het pakket, in het CoJob pakket. Voor we met CoJob werkten, was het eigenlijk een huzarenstukje om de rapportering te doen. Ik herinner mij dat wij daar vroeger soms 2-3 dagen mee bezig waren om dat eigenlijk in kaart te brengen. Nu is het eigenlijk met een paar klikken binnen het CoJob gegeven geregeld. En dat is eigenlijk samen met de meer nauwgezette tijdsregistratie en het centraal beheer van de contacten zeker een van de pluspunten die ik zou willen vermelden rond CoJob. Kijken of een project rendabel is of niet blijft uiteraard een van de belangrijkste aspecten voor een KMO zoals wij. Wanneer we voor bepaalde klanten merken dat de rentabiliteit toch niet is wat ze zou moeten zijn, dan geeft CoJob eigenlijk ons onmiddellijk het antwoord. Dus eigenlijk hebben we nu deze elementen maand na maand tot onze beschikking, waar dat vroeger soms, dat er daar maanden over gingen voor we daar een duidelijk beeld over hadden. Het probleem dat we vroeger hadden met planning is dat mensen intern hun planning niet altijd op elkaar afstemden. Het gebruik van de planningsmodule dwingt de mensen er ook toe om realistisch na te denken over wanneer ze bepaalde zaken kunnen afwerken. Omdat we met Peer Communications naar de toekomst toe zeker verder willen groeien, denk ik dat CoJob daar een uitstekend platform zal bij zijn. Zeker voor de praktische zaken, tijdsregistratie, aanmaken van jobs, dat onze groei en onze internationale ambities ook wel kan dienen in de toekomst.